welkom bij NV Nederland. In deze uitzending bezoeken we een aantal ondernemers in de grafische industrie en bekijken we hoe zij omgaan met onder druk staande prijzen binnen hun sector. Daarnaast bezoeken we enkele ondernemers actief op het gebied van coatings, metaal en de mechatronica. Maar we beginnen met de hoofdpunten van het economisch nieuws uit Nederland van de afgelopen week. De Nederlandse bouwproductie stijgt in 2011 nog met 2,8%, maar groeit niet meer in 2012. Dit blijkt uit een onderzoek dat maandag werd gepresenteerd door Nederlandse bank ING. Volgens ING zal de bouwproductie op een lager niveau komen te liggen dan in 2010, toen de productie met 11,6% afnam. België heeft echter het Nederlandse plan om de begrotingsdiscipline te verbeteren in de eurozone geschaard. Zowel Karel de Gucht als Marianne Thijssens prezen afgelopen zondag een voorstel van Nederlandse premier Mark Rutte. Shell heeft afgelopen vrijdag aangegeven dat de onderliggende markt voor olie- en gasactiviteiten goed blijft, ondanks de aanhoudende economische onrust. Voser verwacht dat de brandstofprijzen in de VS de komende maanden vlak of licht lager komen te liggen. Air France KLM zal niet langer hoog inzitten op behoud van een wereldwijde toppositie als vrachtvervoerder omdat de branche te gevoelig zou zijn voor economische schommelingen. Vrachtvervoer bedraagt momenteel ongeveer 13% van de totale omzet van Air France KLM. Printwerk in grote oplages behoort al lang niet meer tot het standaardwerk van een drukkerij. Daar waar je een klantvraag hebt die anders is dan ik heb een bestand, kun je dat voor me uitprinten. Dan heb je een bedrijf nodig en een organisatie erachter zit die om kan gaan met andere processtromen. Die de mogelijkheid heeft om een stukje automatisering te realiseren die vaak nodig is om processen goed te laten aansluiten. Nou, dat is midden in het hart van de kracht van ons bedrijf. Flexibiliteit, dat vinden we enorm belangrijk. En daarnaast is snelheid en kwaliteit toch wel ons stokpaardje waar we iedere minuut van de dag achter staan en achter moeten staan. Want dat is het verschil wat wij maken in de markt. Het verschil wordt ook gemaakt door specialisering in bijvoorbeeld verpakkingen. Wij maken bij Manders en Van Eyck verpakkingen. Met name in kleine oplages, reclamedrukwerk, brochures en dergelijke allemaal. Wij zijn echt gespecialiseerd in dikkere papiersoorten, met name de kartonsoorten. Het voordeel van onze organisatie is dat we vrij klein zijn. Als een klant hier naartoe belt, dan heeft hij gelijk de juiste persoon aan de lijn. Die weet precies van de hoed en de rand hoe het met zijn order is, wanneer die uitgeleverd wordt, welke fase van de productie zich bevindt. Dus er kan heel snel gereageerd worden. Ook op het gebied van afwerking is automatisering een belangrijke ontwikkeling. Zundt heeft zich eigenlijk altijd gericht op het volgen van wat er in de markt gebeurt. Wat hun klanten eigenlijk ook kunnen volgen. Dus nieuwe materialen, die testen wij en zorgen ervoor dat die dan vervolgens ook mogelijk zijn bij die klanten bewerken. De belangrijkste eigenschap van een Zundt is natuurlijk zijn precisie. Het is een Zwitsers hoogwaardig product, een high-tech product. En dat past natuurlijk heel goed in de regio waar we zitten, de driehoek Akenluik, Eindhoven met Brainport. Wat innovatief te noemen is, is dat de printindustrie zelf veel innovatiever is in zijn product en zijn prestatie, maar ook in zijn workflow. Het additioneel innovatieve is dat wij het dan ook daar naadloos op in kunnen haken. Coatings en lakken kunnen materiaal beschermen tegen invloeden van buitenaf, maar ook het materiaal een geheel nieuwe functionaliteit geven. Een interessante ontwikkeling hierin is het zogenaamde vlok. De belastbaarheid van vlok is dusdanig hoog dat de eigenschappen van vlok helemaal tot hun recht komen in de technische hoek. Bijvoorbeeld warmtewering, geluidswering, niet piepen, niet kraken als bepaalde onderdelen over elkaar heen gaan. Heel veel bedrijven kunnen gebruik maken van vlok. Maar het is niet bekend, omdat het in een niche zit. Dat proberen wij dus uit te dragen naar de grote markten toe, dat er mogelijkheden zijn om hun probleem op te lossen middels vlok. Ook op het gebied van coatings is innovatie van groot belang. Special Coatings valt onder een holding met een aantal zusterbedrijven. Special Coatings is een van de kernactiviteiten interieur spuiten. We hebben dan het zusterbedrijf FreeColorit, waarin we laptopdesign verzorgen. We hebben een bedrijf wat zich bezighoudt met een gepatenteerd Teflon beschermingssysteem voor lakwerken. En we hebben een werving- en selectiebureau in Weesp, wat ervoor zorgt dat je een goed team van mensen kan verkrijgen in je bedrijf.
Voor special coatings liggen de kansen in de Belgische markt op het gebied van hoogwaardig spuitwerk. En dan met name op het gebied van hoogglanswerk. Want daarin zijn we dus verschrikkelijk goed, om het maar zo uit te drukken. Ook binnen de regio Oost-Brabant is assemblage en mechatronica een groeiende activiteit. Belze Industries is een leverancier van totaaloplossingen in de metaal- en de mechatronica-industrie. We zijn een redelijk horizontaal geïntegreerd bedrijf dat de meeste metaal- en mechatronica-activiteiten onder één dag kan doen. We hebben de groep in verschillende vestigingen, zowel in de Benelux als in India vooral, om onze strategie te ondersteunen dat wij eigenlijk een combinatie zijn van westerse high-tech, hoge automatiseringsgraad economie tegen een oosterse low-cost productie-economie. Wat hier ligt is een medisch product. Dit wordt toegepast in mobile surgery. En dat onderdeel dat is eigenlijk een combinatie van onze kennis. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie en andere versies van deze reportages kunt u kijken op nvnl.tv. Via onze website kunt u in contact komen met alle ondernemers die we in deze uitzending hebben gesproken. En vindt u interviews, economisch nieuws en achtergronden uit Nederland. Waar liggen de kansen? U ziet het in NV Nederland. Welkom bij deze NV Nederland special. Voor de bezoeker van de regio Oost-Brabant zijn tal van gastvrije locaties beschikbaar. Twee van deze locaties bevinden zich in Eindhoven. Nou, we hebben keuze. We hebben Hotel Lumière voor de echt typische zakelijke uitstraling. En Parkzicht voor het warm nestgevoel, zoals ik het altijd maar even zeg. Bedrijven maken daar zelf een keuze in. Er zit natuurlijk ook een ander prijskaartje aan. Het is wel zo dat wij uitblinken, durf ik te stellen, in persoonlijkheid. Wij zijn de kleinere spelers op de markt. Dat zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen, onze medewerkers kennen en herkennen. En dat zorgt er ook weer voor dat we heel veel gasten hebben die terugkomen. En met name ook hotelgasten van buiten Eindhoven. Die eenmaal hier geweest zijn en die vaker bij bedrijven in de regio moeten werken of voor zaken moeten zijn. En die komen specifiek terug naar onze hotels. Op het gebied van faciliteiten in hotels hebben wij goede bedden, goede televisie, goede douches, badkamers. Een 24 uur bemanning van onze receptie. Bij Park zit een heerlijk restaurant waar mensen lekker kunnen eten of zomers lekker op het terras kunnen zitten. Zwembaden, fitnessruimtes en dat soort zaken die zijn allemaal op loopafstand wel beschikbaar. En daar zijn ook contracten mee afgesloten waardoor onze gasten daar gebruik van kunnen maken. Men heeft een doel om naar Eindhoven te komen en wij moeten dat doel een beleving geven. En dat doen we in twee hotels met veel overtuiging en een hele grote mate van betrokkenheid van onze medewerkers. Dat zorgt voor beleving. Het grote verschil tussen die twee hotels is dat het ene hotel midden in de stad ligt. Dus dat roept sowieso een andere beleving op. En het andere hotel, Hotel Parkzicht, waar we nu bevinden, in een prachtige parkachtige omgeving met een heerlijk terras. Mensen zullen zich hier sneller in een vakantiesfeer wanen. Wat hebben wij Belgische ondernemers te bieden? Heel veel. We zitten hier in een hele spannende, dynamische omgeving. Het tweede financiële centrum van Nederland. Veel innovatie, veel design, veel inspiratie, automotive. Daarnaast is het bekende Brabantse gezelligheidsgevoel hier natuurlijk allemaal aanwezig. Hè. We eten graag lekker, we drinken graag lekker. En daarnaast staat de deur altijd wagenwijd open voor gasten. Daar zijn we mee grootgebracht. Ik denk dat dat voor een Belgische bezoeker in Brabant een grote toegevoegde waarde heeft.